Piano, piano, atamata rossina con mango, chi braccia con manzalina, crecce, crecce. Ik sta hier in mijn installatie, die geïnspireerd is op een knoekenhuis. Dat zijn kleine huisjes die vroeger door slaven werden bewoond. Het is een knoekenhuis waar je een aantal knoekenvrouwen en knoekenheren kan zien staan. En als je door de knoekenhuis gaat, kom je in een andere wereld waar mijn voorouders staan, afgebeeld op mijn eigen manier. En ik heb ook een altaar waar we onze voorouders bedanken voor alles. De waarde van mode in deze tentoonstelling is voor mij onze cultuur, onze traditie. De installatie is geïnspireerd op de Sayaku Jackie. Dat is onze kledingdracht die wij op Curaçao gebruiken tijdens het oogstfeest. Wat ik belangrijk vind is als mensen hier weg van lopen dat ze een stukje van mijn cultuur meenemen en het cultuur iets beter leren kennen. Curaçao hoort ook bij Nederland en dat is voor mij een reden geweest om iets meer over mijn cultuur te laten zien of delen met bezoekers. En ja, inspireren.